Naast mij staat Melissa Smilda. Ja, dat klopt. Hallo Melissa. Hallo. Wat ga je doen hier vandaag? Ik ga vandaag een paar nummers zingen. Ja, optreden geven. Oké, wat voor liedjes ga je zingen? Met name Nederlandstalig. En de meeste piratennummers, zeg maar. Oké. Ik zing veel piratennummers en van Marloes ook al. Nou, dat soort muziek. Dat eigenlijk. Soort muziek? Ja. Daar ligt je hart? Ja, daar ligt mijn hart, ja. Dat vind je mooi. Ja, en, dat vind ik mooi. Daar ben je mee grootgebracht waarschijnlijk? Nou ja. Of niet? Ja, ook ja. Vooral met Nederlandstalig muziek, ja. Elke dag radio continu op of radio NL. Dus, hoe lang zing je al? Ik zing nou net 2 jaar. 2 jaar? Dat is nog niet zo lang. Nee, dat is nog niet zo lang. Hoe is dat zo gekomen? Zo van de een of andere dag? Ik had de Pinkstermarkt. En ik had al nooit gezongen. En Erwin en Deborah die waren daar aan het optreden. En ik was toen, die tijd was ik heel erg fan van Erwin en Deborah. En ik vond... Nu niet meer? Ja, nu nog steeds wel. Oh, ja, nee. Nu nog steeds wel, ze zingen nog steeds heel mooi. En ik vond de jukebox, dat nummer vond ik heel mooi. En mijn vader die kende Erwin wel heel erg goed. Dus Erwin die zegt door de microfoon heen van... Melissa, kom maar even podium op. Ja, eerste instantie dacht ik van dat durf ik niet. Dat gaan we maar niet doen. Nee, nog nooit gezongen, nog nooit een microfoon in mijn handen gehad. Nou ja, ik daad het podium op. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Okay. En ben ik doorgegaan met zingen. En de afgelopen 2 jaar, wat heb je allemaal al gedaan? Een aantal keer opgetreden neem ik aan? Ja, eigenlijk best wel vaak al opgetreden. En ik zit ook in een soort bandje. Ja. Met Dirk-Jan Mollema en Zwijtse Smilda. En samen heten wij Ideaal. Dus we zijn eigenlijk elk weekend zijn we wel weg te optreden. Oké, dus je hebt al in die afgelopen jaren al een behoorlijk stukje ervaring opgebouwd. Ja, best wel ja. Het is best druk ja. En wat zijn de leukste dingen die je dan meemaakt met optreden? Kun je er iets uithalen? Je zegt ja, van, nou, de leukste dat is iets... dingen. Ik vind gezelligheid vind ik wel heel belangrijk. En leukste dingen. Ik vind alles leuk als ik aan het optreden ben. Dus. Je voelt je als een vis in het water als je op het podium staat. Ja, eigenlijk wel ja. Ik vind het mooi. Die optredens, dat cafés, bruiloften, partijen, voetbalkantines of zo moet ik me een beetje voorstellen. Dat soort optreden ja. Wat hoop je te bereiken? Ik wou wel heel graag met mijn solo carrière zeg maar, wou ik wel wat groter worden. Want als solo artiest heb ik eigenlijk niet veel optredens. En dat wou ik wel graag wat uitbreiden. Dus een beetje namaken. Een beetje namaken, ja. Dus een cd'tje maken waarschijnlijk. Ja, dat ook, ja. Heb je daar ook concrete plannen voor? Of is dat nog gewoon allemaal een beetje aftasten? Ja, ik wou wel graag echt een eigen nummer maken. Ik wil niet met een cover gaan beginnen. Want eerst wil ik gewoon echt graag een eigen nummer maken. En dan zie ik wel verder wat zien er van wel komt. Precies, hoe het verder gaat. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. En we gaan naar je luisteren. Ja, is kijken. Goed. Oké, hey, bedankt. Doei. Yeah.